Mallorca, het Spaanse eiland in de Middellandse Zee waar de zon altijd lijkt te schijnen. Het is dan ook niet raar dat de Duitse zeiljachtenbouwer Bavaria hier zijn nieuwste modellen test. Een echte familieboot, dat is deze Bavaria 36 Cruiser. Het ontwerp is onmiskenbaar van Bruce Farr, dus met de zeileigenschappen zit het al goed. En de styling is van BMW Design Group. Nou, BMW dus, maar dan zonder BPM en bijtelling. Die invloeden vanuit de autobranche die zie je bijvoorbeeld ook in de ergonomie van de Kuip. Met mooie hoge rugleuningen en zo'n neerklapbare spiegel. Dat is echt perfect. De boot stuurt heel direct en heel licht. Een hele kleine beweging en je merkt het meteen. In het interieur vallen meteen een paar dingen op. Staalhoogte 1,95. Heel veel zitruimte rond een grote uitklapbare tafel. En een ruim kombuis waar je met z'n tweeën kunt koken. En het is lekker hoog zodat je geen pijn in je rug krijgt als je de tomaat aan het snijden bent. De plafondverlichting is LED-verlichting en het werkt allemaal op één hotelschakelaar. Dat is lekker praktisch. Er zijn ook heel veel ventilatiemogelijkheden. En allemaal met een hor en een blindering. Er zijn, maar dat zijn we gewend, heel veel kastjes. Voor de drank bijvoorbeeld hier. En als dat niet genoeg is, is er hierachter nog een geheime drankkast. En dan de kaartentafel. Lang niet iedereen heeft hem nodig. En daarom kun je hem heel makkelijk wegklappen. En nog meer zitruimte. Voorin een mega groot bed. En wat ik heel bijzonder vind, hier en daar hangkasten. En grote ook. Verder mooie designaccenten en die zie je ook terug bij de schoenenkast hier. En in de natte cel. En je kunt je overal goed vasthouden. Nou is dit een driehutten versie met twee identieke achterhutten, maar is ook verkrijgbaar in een tweehutten versie. Dit moderne zeiljacht is 11,30 meter lang en 3,67 meter breed. De standaardprijs is €94.460 bij Holland Sailing. De conclusie. Dit is echt een familiecruiser, maar met zeileigenschappen die je in deze klasse niet verwacht. Joho!